De klare lijn, dat is een term die gebruikt wordt. Hij is verzonnen door Joost Zwarte. En wij zijn, zoals een aantal tekenaars, behoorlijk op het tekenspoor gezet door de tekenaar Hergé. Bijna de vader van de klare lijn, ja, het klinkt wat raar. En die term, dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. Die werd gebruikt om een bepaalde categorie van striptekenaars mee duidelijk te maken. Het klopt eigenlijk nog steeds wel. Ik ben ondertussen lid geworden van het Hergé Genootschap. Gevraagd om daar lid van te worden. Dat is iets anders dan lid worden. En die hebben een aantal jaren geleden deze map uitgegeven. En hier zitten in verzameld zo'n beetje de Nederlandse klare lijntekenaars. Dit is mijn plaat. Deze, met schande bekend dat ik die jongen niet ken, dat was een Belgische jongen, die zat achter mij te signeren. De tekening van Peter van Dongen, op klare lijn. Een tekening van Erik Heuvel. Dit is de stripfiguur van Erik, nou, dat is een bekende figuur. Dit is van Joost Veerkamp. Deze is van Theo van der Boogaard. Deze is van Teun Berserik.